Ik was een jaar of 45. Toen kreeg ik een dikke knie en toen ging dat circus lopen. Ik heb reuma-artritis en dan de psoriasisvorm. En dan heb ik natuurlijk nog wel getennist, zo goed en zo kwaad als kan. Maar ja, dan kan je niet meer lekker mee. Toen ben ik aan de golven gegaan. Maar ja, het golven ging natuurlijk ook met die pols. Ja, doe ik het niet goed waarschijnlijk. Maar ja, dat ging niet. Mijn naam is Piet Valkenburg. Mijn beweegreden is om mobiel te blijven door het onderhouden van mijn bewegingsapparaat. Kijk, als je heel veel pijn hebt, dan heb je de neiging om even pas op de plaats te maken. Ik denk dat het ook goed is. Alleen, dat moet niet te lang duren, want ja, dan word je stijf. Bewegen in water kan je gewichtloos maken. De druk op je gewrichten is gewoon een heel stuk minder. Waardoor mensen dus een gevoel van vrijheid krijgen. Ik heb baat bij het in het water gewoon bewegen. Hier heb je natuurlijk het water, dat geeft een beetje mee. Christa is onze zwemlerares, die heerlijk enthousiast is. Haar uiterste best doet om te kijken wat mensen met reuma wel kunnen en niet kunnen. Wat vaak het probleem is, je kon eigenlijk vroeger alles. En ineens heb je dan ziektebeelden. Wat uiteindelijk hoor je dan de diagnose? Ja, je hebt reuma. En dan? Is je leven dan voorbij? Nou, nee. Als je het maar op een goede en rustige manier aanpakt. Ja, blijf je rond zitten. Je doet eens je hele benen omhoog. Dan je andere. Ja, jullie willen een beetje jong blijven. Je moet gewoon hoe dan ook bewogen worden. En datzelfde geldt voor mensen met reuma. Succes. Ja, en zit. Ja. De groep dan net dat setje geven van kom nou, die appen die we hebben, kom nou toch, want dit is goed voor je. De nieuwe mensen worden ook direct door de groep erbij betrokken. Er wordt eigenlijk, als ze een paar keer zijn geweest, wordt er meteen gezegd van joh, we drinken naderhand koffie. Kom je er gezellig bij als je wil, het hoeft niet, het mag. Maar wees welkom. Ja, en dat is, ja, dan vind je ineens een sociale groep. En dat is ook wat sommige mensen zoeken. Als je net gediagnosticeerd bent met reuma, dan weet je het eigenlijk niet waar je het moet zoeken. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Als je al genoeg zelf beweegt. Ja. Als het train gaat, ook op de fiets hier natuurlijk. Ik vind het gewoon leuk om met de mensen te zijn. Ja, zijn er flink mensen. Maar als je dan toch weer een sociale groep vindt die jou omarmt, ja, dan vind je weer een groep terug. En dan wordt het allemaal weer een stuk plezieriger, denk ik. Niks lijkt me zo vervelend als je hier niet meer uit de voeten kan. Als je mobiel bent, dan is de wereld groter voor je dan als je niet mobiel bent. Blijf net op, Maria. Niet stiekem gaan liggen. Soms dan denk ik van ja, het is wel goed hoor, die bewegingen. En dan smokkel ik een beetje.